Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer ben ik met Dunphy. Wat is je eigen naam eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet. Lander. Lander. Oké, Lander. Mijn naam is Jelman, dan weet je dat ook gelijk. Ik ken hem al een dag. Dit is de tweede dag dat ik Mindtopia speel. En dit is de eerste aflevering van Mindtopia op dit kanaal. En we gaan allemaal zieke shit gaan meemaken op Gamescop. Ja? Dus doe alvast een blauw duimpje op deze video en laten we beginnen met deze video. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet. Oké, dus, Lander. Wat we gaan doen, ik had het net al met jou erover gesproken. Het lijkt mij echt een zieke stunt. Want ik had een keer 3000 euro aan iemand gegeven. En ik vertrouw dat niet. Dus ik wil het op de een of andere manier gaan we op de sneaky manier. Weet je wel, zeggen van dit is mijn bedrijf. Weet je, is het helemaal niet mijn bedrijf. En op die manier gaan wij dan proberen. Ja, ik wil dat je 1000 euro geeft aan mij. Weet je wel. Maar kijk, als jij dit... Ik heb dit boekje zelf meegemaakt. Weet je, had ik dit boekje... moet ik binnen een week... Moet ik mijn geld terugkrijgen, staat hier ook. Weet je wel, Mr. Borkslager. En hij investeert 3000 euro. En hij krijgt hier 4500 euro voor terug. Na 1 week. Maar er staat ook geen datum van intrek. En ik heb het hele boekje ondertekend. Dus het is niet officieel geldig. Dus als het dat ook bij een dom iemand die net... op de Mytopia server is en we vertellen dit op dezelfde manier, denk ik dat ze erin trappen. Ja, lijkt me een goede idee. Dan zet je wel je ondertekend, maar dat kan iedereen er neerzetten. Snap je? Dus we gaan dit doen. En we laten iedereen het zelf ondertekenen. Ja, we gaan dit doen. Oké, we gaan even naar Atlanta en dan gaan we daar even mensen aanspreken. Vind je dat ook een goed idee? Ja. Oké, top. Is goed. Jij weet de coördinaten. Dan gaan we daar lekker naartoe. Ja. Ja? Ik heb dus iets van 500 euro op mijn rekening staan. Dus het is een beetje, ja, dat je zegt van, een beetje kiele. Om het zo maar te zeggen dat ik gewoon weinig geld heb om ervan te kunnen leven. Want ik heb nog geen baan en Dunphy Lander die heeft dus ook geen baan. En dat wordt dus wel echt een probleem, vind ik. Nou, waar moeten wij? En nu naar die kant. Waar? Ja, hier, de bus. Oh, we stonden er letterlijk naast. Ik wist niet dat er een bus was, joh. Ja. Oké, deze gaat naar Atlanta. Top. Dan zijn we er gelijk. En dan moeten we nog een pocket lopen, neem ik aan. Waarschijnlijk wel. Ik vermoed dat de beste plaats bij het centrum is, bij het plein. Dus ik ga even kijken waar dat is. We moeten ook nog naar de gemeente en naar de bank toe volgens mij. Naar de gemeente moeten we... of bij de bank moeten we... Als we hoog op level zijn. Een bankpas. Voor een bankpas? Nee, voor de gemeente moeten zijn. Ja, level 15 toch? Voor de laagste level 5. Dat is in Greydale. Maar we moeten wel straks, omdat het nu ongeveer 7 uur 's avonds is, gaan we even gelijk ook naar de bank toe. Ja, het is naar die kant. Dan gaan we dat eerst doen en dan gaan we daarna mensen op proberen te lichten. Het is een beetje een sneaky manier, maar kan wel. En het is niet dat het niet mag, want het is gewoon onofficieel. Eerst moeten we dan naar Portal Greydale. Oké, dus dat is min 445 eerst. Is er geen andere bank dan? In Atlanta of zo? Ja, maar Greydale, daar gaat zo alles echt door als je zo beginspeler bent. 45, en dan vermoed ik naar daar. Kijk, daar is hij hoor. De Dunphy Lander. Kijk, het is druk. Hey, Johan Cruijff. Ja, allemaal mensen die waarschijnlijk dingen komen vragen of zo, of leningen. Joh. Kijk, we gaan hier samen in, kom. We gaan samen iets... Ja. Volgens mij is alleen dit loket nu open. Dus moeten we hier even wachten. Hey, kijk, hier staat het. Pinpas. Pinpas. Het is 8:30. Oh, we hebben nog 10 minuten. We hebben serieus nog 10 minuten om een pinpas aan te vragen. 50 euro, heb je dat? Ja, dat kan er wel even afhalen. Maar we hebben geen pinpas, dus we moeten even eerst pinnen.
Haal het alvast van je rekening af. Dan kunnen we gelijk afrekenen. Ja, hier staat een dingen. Ik ga het even. Ik heb 50 euro in mijn hand nu. Ja? Ook. Oké, top. Zal ik eerst gaan? Of ga jij eerst? Er is al iemand anders. Ik gun jou de eerste plek. Ja, we moeten wel opschieten, want we hebben nog 10 minuten om een pinpas aan te vragen. Het is niet veel werk hoor, dat niet. Dat niet. Ik heb zo'n kommetje en dat ik gewoon op straat kijk. Ja? Ja. Ja, ik heb even gekregen van iemand. Ik heb net een, hoe heet dat? Een DDG cap achterstevoren. Officieel Mytopia item, special item is dat. Dus daar ben ik wel bang mee. Ja, ik weet niet wat het is, maar ja. Ik heb ook zo een broek en die is echt blijkbaar speciaal. Maar die heb je net gekocht zeker? Ja, dit hele setje was 500 euro. Nou, ik weet niet wat hij allemaal bestelt. Volgens mij denkt hij dat dit een McDonald's is. Ja. Een Big Mac alsjeblieft. Nou ja, we moeten ons even dom voordoen. Zeg gewoon hier bij de bank dat we een Big Mac willen. Vraag gewoon een Big Mac. Zet dat even in de chat. In de chat. Doe dat nu. Doe dat nu. Dat is geweldig. Doe nu. Ja, één Big Mac. Eén Big Mac moet je zeggen. Ja, doe. Mag ik een Big Mac? Bij de boot nog wel, hè? Die hebben we helaas niet. Oké. Een pinpas AUB. Oké. Dat kan ook. Ja, je moet even... Nou ja, we hebben nog 9 minuten. Rustig aan. Bedrijfsrekening. Ja, dat hebben we nog niet nodig. Toevoegen papier. Nee. Pinconsole. Oh, dat is zo'n pinautomaat, toch? Ja. Is goedgekeurd. Even kijken. Actieve KVK. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Hallo. Vraag nu een IC. Waarmee kan ik u helpen? Even kijken, wat zal ik zeggen? Gewoon één ding. Een kleine friet met een iced tea. Kleine friet met pinda. Eén frikandel met mayo. En een milkshake. Alsjeblieft. Kijk. Een kleine friet met pinda. Een frikandel met mayo. En een milkshake. Alsjeblieft. Goeie deal. Iemand zijn fiets staat vast. Dat is denkbaar. Nee, grapje. Eén pin pas alstublieft. Oké, nou we gaan afwachten wat we krijgen. Ik heb net gekeken en ik heb nog 321 euro. Ik ben er blij mee. Thanks en werk ze nog. We zijn dus bij de bank geweest. Hebben we dus een pinpas opgehaald. Dat is de eerste stap van onze hele victory in Mytopia. Dus we gaan nu, nu we toch even goed bezig zijn, gaan we de volgende aflevering gaan we naar het huis van Dunphy. En dan gaan we ook even kijken bij de baas van Dunphy. En dan gaan we proberen zijn geld terug te krijgen, want hij is een beetje opgelicht. Dus dat gaan we dan de volgende keer zien te regelen. Dus vond je deze video nou hartstikke leuk? Plaats de duimpje op deze video. Vergeet niet te reageren natuurlijk onder deze video. En dan zien wij jou weer bij de volgende Mytopia. Tot de volgende keer.